Het sportgala 2012 is een feestelijk bar. In 8 categorieën worden prijzen uitreikt. Van vrijwilliger, talent, oant ploeg. En ook de Friese sporten hebben een eigen categorie. En dus spanning op de gezichten van de nomineerden. Likas Epke Zonderland, Sjenkie Knecht, Jillet Anema, Bart Helmholt en Daniel Iziger. De joen begint mooi de verkiezing van de sportploeg van het jaar. De sportploeg van het jaar is BAM Univé. De marathonploeg van BAM, Maino Ek, voorop rinnende langebaanrijders, winnen de prijs. Coach Anema neemt hem in ontvangst. De Friese sporter van het jaar 2012 is Bart Helmholt. En dan de Friese sporten. Daar gaat de prijs voor de 2e keer naar Bart Helmholt. Nee, vorige keer ik hem net verwachten, maar nu al helemaal niet. Nee, dan komt er geen gewenning van, ah, vorig jaar ging het goed, misschien heb ik dit hier wel weer het publiek achter me. Nee, ik had ook verwachten dat Daniel winnen zou. Die had zelfs zo gewonnen dit seizoen. De oeuvreprijs gaat naar Bert-Jan van der Veen. De oeuvreprijs gaat naar Bert-Jan van der Veen, de marathonrijder in Rusten. En die is tige verrast. Nou, ik ben wel heel erg verrast, ja. En ik snap nou een aantal dingen wat hier gebeurt. En dan wordt de spanning verder opbouwd. Even wat entertainment, want dat Jetsa bij een sportgala. En dan de categorie sportvrouw van het jaar. Moest je mij die mooiste, liefste, vurigste Jetsa in? De sportvrouw van het jaar is Marit Bouwmeester. De prijs wordt toch mem oornaam, want Marit is in de oors op een woord. Onder trainen van de Olympische Spelen. En dan, waar wordt het? Schieler Pieter-Jan Postma? Hutfietser Pieter Wening of voor de 2e keer turner Epke Zonderland. Lut Jacobi vertelt het. Epke Zonderland. Nou, het was heel spannend. Want Pieter-Jan Postma en Pieter Wening hebben mijn hele goede prestaties. Dus het is altijd mijn oude wachtje. Ze stapelen gasten op zoek, ze. Ja, maar ik krijg hem net genoeg voor je. Ja?